Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen, waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over neoliberalisme. En is geschreven door L.V. Introductie. Het neoliberalisme is een ideologie over de manier waarop de economie en maatschappij ingedeeld moet worden. Het neoliberalisme stelt de zogenaamde vrije markt op een voetstuk. Het stelt dat alle maatschappelijke activiteiten op deze markt dienen te worden verhandeld en aan dienstlogica onderhevig moeten zijn. Daarnaast heeft het neoliberalisme ook sterk disciplinerende ideeën en effecten. Hoewel het neoliberalisme een ideologie is, presenteren neoliberalen het als een neutrale, non-ideologische optie. Op die manier kunnen politici ons allerlei keuzes verkopen alsof het noodzakelijkheden zijn. Veel mensen lijken te zijn gaan geloven dat het kapitalisme het enige mogelijke systeem is. Zelfs veel politieke partijen die links claimen te zijn, meten zich aan het genormaliseerde neoliberalisme in plaats van een coherente alternatieve visie te verspreiden. Laten we dus eens kijken naar wat het neoliberalisme nu eigenlijk betekent. De vrije markt. Het neoliberalisme stelt de zogenaamde vrije markt dus als hoogste waarde in de maatschappij. Voor neoliberalen moet zoveel mogelijk, het liefst alles, via de vrije markt bemiddeld worden. Dit betekent dat bedrijven die voorheen van de staat waren. En grotendeels opgebouwd zijn met belastinggeld, geprivatiseerd moesten worden. Dat betekent enerzijds dat datgene wat betaald is met belastinggeld ineens ondergebracht werd onder aandeelhouders. Dat komt dus neer op een gigantische overdracht van kapitaal van de belastingbetaler naar een handjevol eigenaars. De babbeltruc waar de neoliberale ideologen mee kwamen was dat de markt deze diensten efficiënter zou kunnen beheren en dat de consument dus goedkoper uit zou zijn. De eigenaars hebben echter niet geïnvesteerd omdat ze een goede dienst aan de consument willen leveren, maar omdat ze winst willen maken. Dat is het einddoel en dat belang staat haaks op een goedkoper product. Daarnaast weet iedereen die in een middelgroot of groot kapitalistisch bedrijf heeft gewerkt dat het vaak net zulke grote en logge bureaucratieën zijn als de staat zelf. Bureaucratie is iets dat inherent is aan grotere hierarchische organisaties, en grote bedrijven lijken intern veel op erg autoritaire staten. Privatiseren heeft ons dus niet aan goedkopere stroom geholpen en komt vooral neer op een strategie om geld van de onderkant van de hiërarchie naar de bovenkant toe te sluizen. Iets wat neoliberalen ook regelmatig doen wanneer de markt weer eens een gigantische mislukking leidt en er weer eens grote banken of vliegtuigmaatschappijen failliet dreigen te gaan. Stelen van de armen. Die wens om welvaart van de armen naar de rijken toe te sluizen is een essentieel onderdeel van het neoliberalisme. Het kapitalisme, in welke vorm dan ook, is altijd gestoeld op een elementaire tegenstelling tussen de klasse die eigendom heeft en de klasse van mensen die hun arbeid moet verkopen. Het is logisch dat één van die klassen in opstand komt tegen dit systeem. Om het kapitalisme in stand te houden, moeten de eigenaars dan ook manieren vinden om te zorgen dat de werkers niet in opstand komen. Daar zijn verschillende strategieën voor. De sociaaldemocratie is bijvoorbeeld gestoeld op de hoop dat als de mensen zonder eigendom ook geschikkelijke belangen in het systeem hebben, ze niet in opstand komen. Dit blijkt sowieso niet altijd het geval te zijn, maar zorgt er ook voor dat de eigenaars verplicht zijn hogere lonen en belastingen te betalen. Hoewel de sociaaldemocratie dus een strategie is om de mensen aan de onderkant passief te houden, zit er ook minimale circulering van kapitaal terug naar de armeren in het systeem verwerkt. Het neoliberalisme ving in de VS aan met de belofte van het zogenaamde trickle-down effect. De babbeltruc was erop gebouwd dat, door de eigenaars minder belasting te laten betalen, zij meer zouden investeren en lonen zouden laten stijgen. Inmiddels is het overduidelijk dat werkende mensen niet mogen meeplukken van de neoliberale vrucht. Het besteedbare inkomen van Nederlandse huishoudens staat sinds de jaren zeventig bijna stil. Ook in de Verenigde Staten zijn de lonen sinds de jaren zeventig gestokt. Bijgewerkt voor inflatie bleek het uurloon van een productiearbeider daar in maart 2019 zelfs hetzelfde te zijn als in februari 1974. Het is ook rond die tijd het begin van het neoliberalisme, dat we productiviteit nog ver zien stijgen, maar dat de lonen steeds verder achterblijven. De eigenaars zijn echter sinds die tijd alleen maar rijker geworden. We zijn dus harder gaan werken en alleen de bazen krijgen daar wat voor terug. Onze tijd en energie wordt van ons afgenomen, omgezet in geld en aan de rijken gegeven. Disciplinering Om dit systeem in stand te houden, hebben de neoliberalen een aantal trucjes en methodes bedacht. Ten eerste moesten ze ons dus laten geloven dat er geen alternatief is voor dit walgelijke systeem. Het was echter ook nodig om te zorgen dat werkers zich in de knel voelen. Als je je gevangen voelt, is het immers veel lastiger om rustig na te denken over alternatieven. Mensen zijn niet zonder meer te porren om voor niets productiever te worden. Daarvoor moeten we gedisciplineerd worden. Daartoe zijn neoliberalen al sinds het begin bezig om elke vorm van sociale zekerheid af te bouwen. En mensen die aanspraak moeten maken op die sociale zekerheid, allemaal strafmaatregelen als dwangarbeid en eeuwig papierwerk op te dringen. Dat eeuwig moeten bewijzen dat je een bepaalde sociale zekerheidsmaatregel nodig hebt, is allemaal niet goedkoop. En valt daarmee buiten de neoliberale wens om de vrije markt alles op te laten lossen. Maar net als wanneer een vliegtuigmaatschappij gered moet worden, zijn neoliberalen bereid om al hun principes opzij te zetten om er te zorgen dat het kapitaal van onder naar boven blijft vloeien. De dwangarbeid valt ook binnen dat principe. Iemand in de bijstand werk laten verrichten is immers goedkoper voor de eigenaars dan iemand een minimumloon te moeten betalen. Dit alles zorgt er ook voor dat werkers met een baan een zekere druk voelen om er te zorgen dat ze die baan houden. Alles is beter dan in de bijstand zitten. De beste manier om je baan te houden is om je te conformeren aan de wensen van de baas. Ook de hoge huren, het afschaffen van de studiebeurs en het slopen van de sociale woningbouw passen bij die disciplinering. Het wordt daardoor Zeker voor jongere mensen, steeds moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden. Mensen raken hierdoor steeds meer gevangen in een leven waar ze maar een op opzetten in baantjes zonder vooruitzicht, omdat ze anders de huur niet kunnen betalen. Conclusie: Als we het neoliberalisme als de ideologie die het is benaderen, dan wordt het duidelijk dat wat er in het parlement besloten wordt, helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het gaat hier om keuzes, niet om economische wetmatigheden. Het is een keuze om een disciplinerende strafmaatschappij op te bouwen, waar een handjevol mensen enorm rijk worden ten koste van de meerderheid. Door te doen alsof neoliberalisme geen ideologie is, kunnen de voorvechters van dit systeem met al hun snobisme doen alsof zij de waarheid in pacht hebben. In hun arrogantie schuiven ze alle kritiek af, terwijl de ongelijkheid groeit en de wereld brandt. Neoliberalen hebben grofweg een halve eeuw kunnen aantonen dat hun systeem inderdaad het beste voor de mensheid is. Ze zijn hierin gefaald. Het wordt hoog tijd om hun ideologie op de stothoop van de tijd te gooien en te gaan werken aan een wereld die gebouwd is op de beste gevoelens van de mens. Laten we onze solidariteit en naasteliefde in de strijd gooien en elkaar als gelijkwaardigen behandelen. De vrije markt gaat ons overduidelijk niet redden, anders had het dat al wel gedaan. De vrije markt verkoopt producten van democratische bedrijven en ZZP'ers. Denk aan koffie van Zapatistas en feministen, wijn van de CNT. Olijfolie van Griekse anarchisten, schoonmaakmiddelen van een bezette fabriek en nog veel meer. Voor een echt vrije markt, zonder onderdrukkers en uitbuiters. Gevangenissen werken niet. Hoe zorgen we dan voor veiligheid? Hoe maken we een rechtvaardige wereld? Adrienne Marie Brown en Shauna Potter starten deze discussie in We Will Not Cancel Us and Making Spaces Safer. Te vinden bij je linkse boekwinkel.